De eerste dagen na de opening zijn goed verlopen, veel bezoekers gehad en we verwachten de komende tijd nog meer bezoekers en we zijn daarover zeer tevreden. Ik ben erg onder indruk. We zijn speciaal gekomen omdat mijn zoontje graag nog een keer terug wilde. En hij is ook erg enthousiast omdat er heel veel nieuwe dingen zijn die hij niet eerder had gezien. Dus ik zou zeggen een flinke vooruitgang en ziet er heel goed uit. Ik vind dat het wel leuk is. Er zijn veel dingen veranderd. Ik vind het wel leuk dat die er staat, dat je weet hoe het is om daar binnen in te zijn. De baas van het museum was meer dan goed. Wel merkten we dat het museumgedeelte voor kinderen erg groot was. Vandaar dat we besloten hebben om wat kinderelementen aan toe te voegen. Allemaal activiteiten om het verblijfsduur voor kinderen wat aangenamer te maken. Fokkers fabriek spande echter de kroon. Rond 1930 was het zelfs de best producerende vliegtuigfabriek ter wereld. Fokker maakte niet alleen vliegtuigen voor de KLM, hij had ook 3 fabrieken in Amerika en bouwde talloze vliegtuigen voor binnen- en buitenland. Het is wel een museum, maar toch iets kinderlijker. Je kan in een soort van simulator, je hebt kraak de code daar en zo. En wat vind je het leukst? De allermooiste van dit museum vind ik de F-16. En waarom? Oh, hij gaat snel.